grapje. Nee. Zal ik ze anders alle 50 gewoon meteen even doen? Ik weet wat. De wereldprik. Oh. Nolwegi. 1336. Ai. Nolwegi. Nolwegi. 1336. Ai. Dat hebben we heel lang niet gedaan, de wildprik. Wat is dat dan? Nou, je belt dus met het welbekende telefoonnummer 0909-1336. 0909-1336. 0909-1336. 0909-1336. Dan gaan we gewoon willekeurig mensen erin halen en gewoon kijken hoe het met ze gaat. Hallo met radio. Goedemiddag. Goedemiddag, met wie? Met Jeroen. Jeroen? Jeroen! Ja, jij verstond wel. Ja, natuurlijk. Oh. Jeroen! Hé, Jeroen! Hallo! Hallo. Wat kunnen we voor je doen? Ik heb geen flauw idee. Ik hoor alleen dat er nu gebeld wordt. Hey, dus top. Jeroen, waar zit je? Je zit in de auto. Waar ga je naartoe? Ja, nee, inderdaad. Pak het even. Ik zit in Groningen en ik ga op dit moment naar een oprit. Doe van ons. Van ons? U treedt op? Van Ella Alfa. Ella Alfa. Ella Alfa. Ja, dat is te gek. Heb je het nooit gezien? Nee, sorry. Ik ook niet. Als het goed is, heb je een post gekregen. Heb ik post gekregen? Nou, dat zat toch wel niet. Ik had wel een droom post pakken. Waar heb ik de dingen gelijk neergelegd? Oh, is dat het cd'tje? Ja. Nee, nee, hij is nog niet. Ja? Nee, er is een andere. Dit is wat anders. Maar stuur vooral nog een keer, want je weet nooit, Jeroen. Je weet nooit of ik een keer mijn post pakje over doe. Maar wat voor muziek maken jullie? Poprock. Poprock. Ik ben gek op poprock. Echt waar, ik kan er geen genoeg van krijgen. Nee, net zoals klokrock kan ik ook niet genoeg tot ik geen krijgen. Pop meer kan zeggen. Klokpop. Poprock. Hé, hey, Jeroen, wil je nog iemand de groeten doen? Dat. Of ik iemand de groeten wil doen? Ja, je bent er nou toch? Ja. Nee, niet. Nee. Nou, in dat geval ga ik kijken wat hier gebeurt op lijn 2. Hallo, met radio. Hi, Michiel met Roy. Roy! Ja! Hey, Roy. Ja, goedenavond. Gelukkig nieuwjaar. Ja, nou, het mag nu kan het nog. Wat ga jij in 2013 doen? Ik hoop heel veel seks en heel veel zuipen en heel veel roken. Het liefste gelijk. Wat een mooie diepzinnige gedachte voor het mooie nieuwe jaar. Ik ben blij dat Serious Request zo'n impact op je gehad heeft. Ja, ik denk dat de wereld hier opknapt. Heren, mag ik daar een vraagje over stellen? Een vraagje. Is toch een goede vraag? Een vraag. Ja, eigenlijk best een hele goede vraag. Jullie hebben meer dan 12 miljoen opgehaald. Ja. 12,2. Maar mijn vraag is, gaat daar nog het bedrag van af wat er in Enschede gebeurt? Beveiliging en alle die het glazen opbouwt, die hele gezamenlijke... Nee, dat staat er volledig los van. Wie betaalt die kosten dan, als ik zo vrij mag zijn? Dat mag je. Ik ken niet alle details helemaal 100%. Ik weet wel dat deel van de reden waarom een stad wint is omdat ze gewoon heel veel faciliteiten aanbieden. Hè? Dus de gemeente Enschede investeert daar dan bijvoorbeeld in. En je moet zo zien, je krijgt als radiozender krijg je gewoon een budget waarmee je het jaar mag doen. En in plaats van bijvoorbeeld heel dik billboards te kopen of zuipfeestjes te organiseren voor commerciële relaties, hebben wij een scheidhekel aan. Stoppen we liever het budget wat wij hebben in het organiseren hiervan. Zodat, nou ja, goed, dan hebben we maar wat minder echt dikke zuipfeestjes. Maar dan hebben we dat geld gestopt in het organiseren van geld ophalen voor het Rode Kruis. En dus echt letterlijk elke euro die wordt opgehaald gaat rechtstreeks via het Rode Kruis naar de mensen die het nodig hebben. Want ook dat is een afspraak die we met het Rode Kruis hebben. Ja, ja. Dat gaat niet nog een keer in het Rode Kruis. Zelfs het niet in de organisatie. Nee, dat gaat rechtstreeks boeiend. In dit geval. Ja. Nee, het is helemaal voor elkaar zo. Ja, maar een heel goede vraag. Want, lang antwoord. Ja, heel geweldig, maar het zijn natuurlijk wel de mensen die doneren aan een fonds waar directeuren gigantisch voor geld binnen slepen op jaarbasis. Ja, ik denk dat steekt aan veel mensen. Roy, daar gaan wij niet over. Dat is niet ons pakje aan. En bovendien, we hebben gewoon keihard de afspraak met het Rode Kruis dat alles wat Serious Request ophaalt, wat 3FM Serious Request ophaalt, gaat naar de bestrijding van de stille ramp. Dat blijft niet binnen het Rode Kruis. Direct. En dat kun je ook altijd nalezen in die verantwoording op 3FM.nl. Dan blijf je hangen, lees hem zo voor. Nee, ik zweer, die afspraak hebben we gewoon staan. En dat is waarom wij ook die relatie volhouden. Dat vind ik tof. En wat verder het Rode Kruis doet in de rest van het jaar, daar gaan we niet over. Daar hebben we ook niets mee te maken. Maar, mijn vriendin heeft ook wel eens last van Rode Kruis. Dankjewel. Lijn 31 met de radio. Hoi, hoi, Peter. Hoi, Peter.
Maar Peter! Peter hoor. Ja, maar jouw mama goed. Ja, nacht lang weer werken. Moet je een hele nacht lang werken? Nee, ik ben nou klaar. Je bent nou klaar? En wat heb je gedaan? Ja. Ik heb koeienwezen melken. Koeienmelken, oh wat leuk. Daar heb ik een toepasselijk geluidje bij. Hartstikke fijn. Leuk. Maar dat heeft hij al vaak genoeg gehoord waarschijnlijk. Ik denk het wel, maar dan baan je ineens weer op je eigen werkplek. Dus dat... Leuk hè? Leuk. Maar hoeveel stuks waren het met de oormerken zo? Ja, 60. 60? 61 om te zijn. Maar je hebt tegenwoordig ook van die robots. Dat is heel handig. Ja, die sluit je gewoon aan. Nee, maar dat is een robot die staat, daar hoef je niet eens zelf meer te melken. Dan gaat die koe er gewoon zelf in. En dan wordt die gemolken als hij daadwerkelijk ook melk heeft. Ja. En als hij dat melk had, krijgt hij wat te eten. Dus eigenlijk wil je gewoon Peter werkloos maken. Nee, helemaal niet. Niet zo sympathiek voor jou. Ik doe dit voor de koeien. Dat siert me. Ik denk dat de koeien liever de warme handen van Peter om de tepels voelen dan zo'n killer robot. Dat gaan we een keer vragen. Ik heb hier net een koe bij de hand, Pieter, dus stel je vraag. Pieter? Moet ik dat vragen? Ja, wat is lekkerder? Jouw warme handen of de robot? Ja, duidelijk de handen van Peter. Dat is van de boeren. Ja, dat is toch logisch? Ja. Peter, ben je getrouwd? Heb je een vriendin? Nee, ik ben vrijgezel. Wacht eventjes. Dus maar zoek je iemand toevallig, want daar schijnen we wel... Dan krijgen we kijkers mee en luisteraars. Je bent heel goed met het broeren van tepels, dus wat dat betreft heb je al een puntje voor. Vier in ieder geval voor een koe. Ik ben al druk zoeken naar een vrouw, maar... En hoe oud ben je, Peter? Ja. Dit is echt een boerzoekvrouw. 22. 22? Ja. Nou. En wat zijn je kwaliteiten? Vertel eens meer. Heb je hobby's? Ben je gek op puzzelen? Puzzelen niet. Nou ja, ik rijd tractorpooling. Ja, vind ik ook fantastisch. Ja. Maar goed, dat zie maar eens een meisje te vinden dat leuk vindt. Waarom versta je deze? Ik versta er geen recht. Nee, dat vind ik helemaal niet leuk. Maar dat is jouw hobby's, ja. Uitgaan en zo, ja. Ja, uitgaan, maar dat doen we allemaal wel eens. Ben ik dan de enige die deze man niet verstaat? Ik heb geen idee. What the fuck? In welk parallel universum zitten jullie, jongens? Jij zit ergens waar het helemaal... We hebben toch allebei dezelfde zender op de hoofdtelefoon? Nee, ik zit gewoon op 538, toch? Oh, ik zag het. Zeg het dan meteen, maar Kees. 100% hits. Hey girl, I'm waiting on you.